Het schijnt trouwens, hè, dat het voor pubers niet te doen is om te visualiseren dat je ouders seks hebben met elkaar. Als puber moet je dat niet willen proberen. En als volwassene eigenlijk ook niet. Ik heb dat wel geprobeerd en ik viel mee, moet ik zeggen. Ik kwam niet verder dan de beelden dat mijn moeder zo even de tafel afneemt, de vaatwasser inruimt, de bak nog even buiten zet, doekje over het aanrecht haalt, dan pas op het gezicht van mijn vader gaat zitten en dan zegt: zo, nou doe ik even helemaal niks meer.